Donderdag begint NEC aan het allesbeslissende tweeluik tegen NAC Breda. De winnaar daarvan speelt volgend jaar in de Eredivisie. Nijmegenaren hebben nu 4 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Dat geeft uiteraard het goede gevoel, volgens trainer Ron de Groot. Ja, zonder meer. Het zal geen makkelijke avond worden. Maar we hebben een heel goed gevoel overgehouden aan de laatste 4 wedstrijden. Dus we gaan met heel veel vertrouwen daar naartoe. Aanvoerder Gregor Breinburg zegt dat er nu nog niet zoveel spanning op zit. Ja, de spanning is niet echt zichtbaar op dit moment. Ik denk als je vlak voor wedstrijd het stadion binnenloopt in de warming-up, dat de spanning vanzelf komt. Ja, we hadden gewoon, misschien is het om een keer geweest, trainerswissel, ik weet het niet. Maar sindsdien zijn we beter gaan voetballen, meer als team, minder doelpunten weggegeven. En resultaten spreken ook voor zich. Ik denk dat je gewoon uit eerst een goede resultaat nodig hebt, zoals tegen Emmen. Dat je thuis met supporters achter je het af kan maken. En dan heb je nog het bekende fenomeen, het avondje NAC. Ja, je weet dat ze vooral in de beginfase willen gaan stormen, verwacht ik. Dus daar moet je op voorbereid zijn. Je moet elkaar niet in de problemen hebben. Of brengen door te kort te gaan spelen. Soms wel je iets opportunistisch moet gaan spelen. Maar goed, we moeten wel zorgen dat we aan het voetballen toekomen. En niet alleen maar achter hun aangelopen. Nou, dat avondje NAC is in zoverre gevaarlijk dat het natuurlijk wel bekend staat om het sfeertje daar. Hè. Wat ik hoorde, er zit toch 16.000 man. Ik geloof dat het uitverkocht of bijna uitverkocht is. Niet te vergelijken denk ik met Emmen, de entourage van een week eerder. NAC-spits Cyril Dessers is de laatste wedstrijden erg op dreef voor de club. Ja, aardig spitje, maar het is niet alleen Dessers wat NAC is natuurlijk. Ze hebben een paar aardige spelers op de zijkant, veel snelheid, creatief middenveld. Wat dat betreft zitten we aardig in elkaar bij hun. De Groot vertelt wat nu belangrijk is voor NEC. Ja, dat zal belangrijk is sowieso de eerste wedstrijd daar. Als je een goaltje kan maken, dat doet al heel veel. Dus daar gaan we ook voor spelen. We gaan voor de winst weer en... We zullen zien na 90 minuten wat staat. NRC zal een totaal andere wedstrijd zijn dan Emmen, denk ik. Omdat die kwalitatief gewoon heel erg tekort kwamen. En dat verwacht ik bij NAC niet. Ik denk dat je nu meer een 50-50 wedstrijd krijgt dan de vorige ronde. Donderdagavond, 6:30 in het Radverleg Stadion in Breda. NAC tegen NEC.